Ja, vrienden in Breda, ja, we moeten het er even over hebben natuurlijk. Ja, dat kan niet anders. En kijk, we waren het even een tijdje niet eens, hè. Weet je nog, over Maurice Steijn en over die trainer en weet ik veel. En jullie dachten zo en ik dacht zo. En toen is er al Zeuntjes gekomen en die zei van Harry, jij bent gewoon bij ons, bij NAC. Jij hoort erbij. Nou, oké. En dat was weer allemaal goed. En nu, vrienden, ja, nu zit ik met jullie mee te denken. En ik zie de paniek bij jullie in de ogen. Want dan komt er ineens, komt er zo'n Citygroep. Ja. En die gasten, ja, die tentakels van zo'n Citygroep, die gaan over de hele wereld. Want dat is gewoon een businessplan. En die willen overal hun talenten hebben en hun clubs hebben en noem het allemaal maar op. En jullie willen dat gewoon niet. En dat snap ik. Ja, ik begrijp jullie. Want kijk, wat gebeurt er dan? Dan krijg je zoiets als, en daar zijn jullie ook bang voor, zoiets als Vitesse. Weet je wel, met dat Chelsea en toen. Ja, en dan is het gevoel er gewoon niet meer met zo'n club. En jullie willen gewoon je eigen mensen en gewoon zo'n gozer als Van Hooijdonk wil je erin en Zeuntjes en dat soort mensen, die wil je gewoon in dat elftal zien. Het moet gewoon Breda blijven. Het moet gewoon NAC zijn, zoals jullie het kennen. En daar heeft die Citygroep, die heeft daar geen idee van. Die Citygroep komen daar gewoon van, ja, wij komen even wat mensen, ik noem maar wat, uit het tweede elftal van Manchester City of waar dan ook vandaan, waar ze allemaal spelers hebben. Die komen we even bij NAC parkeren. Ja, en dan zitten jullie te kijken naar, weet je veel wie? Weet je wel, naar namen die jullie niks zeggen. En daar hebben jullie niks mee. En dat willen jullie ook niet. En ik ben het gewoon helemaal met jullie eens. Ja, hou dat gewoon tegen. NAC moet NAC blijven. En daar ben ik het mee eens. Want je denkt toch niet dat die gasten van NAC, dat die het clublied kennen. Dat die weten hoe dat gaat. Hè? De wereld zal toch niet vergaan, want de liefde blijft bestaan. Ja, de liefde voor ons eigen NAC. Het is zo fijn om hier te leven, waar de mensen alles geven. Want een avondje na NAC, dat telt voor twee. Ja, dat, ja, Breda, ik hou van jou. Denk je dat die mensen dat kennen van Citygroep? Dus vrienden van NAC, strijd verder. NAC blijft NAC.